die spelers van FC Volendam moet opnoemen, komt ongetwijfeld met namen als Veerman, Tol, Visser en Vlak. Tussen die spelers zien we ook Rodney Antwi. Ooit 4 wedstrijden in de Eredivisie voor Utrecht en 14 een niveautje lager voor Jong. Sinds 2017 speelt hij in het Vissersdorp. Ja, ik heb toch al jarenlang bij FC Utrecht gespeeld en ik zag geen perspectief meer om bij het eerste te spelen. Dus dacht ik van ik ga lekker een nieuw avontuur opzoeken. En Volendam kwam als eerste en die wilden me zo graag. Toen dacht ik van ja, waarom niet? Wat deed jij op 24 augustus 2014? Tuurlijk weet ik dat. Ja, ik scoorde in de Kuip. Het mooiste moment. Het is echt een heel mooi moment. Nu. Ja. Utrecht leidt en het is de invaller. Het is Antwi. Zo ging het. Mijn killer instinct kwam naar boven en ik maakte hem gewoon af. Ja. Mijn killer instinct? Ja, ik dacht gewoon niet na. Ik liep gewoon op de goal af en ik schoot hem gewoon erin. Utrecht wint van Feyenoord in de Kuip. Ja, toen schoot ik hem gewoon in en ik wist niet eens hoe ik moest juichen. Ik ging maar rennen, sprinten en ja, dat is echt een mooi moment. Het feit dat je bij die datum gelijk weet, hey, dat was in de Kuip. Ja. Wat zegt dat over wat het met je heeft gedaan? Is het ook iets wat je bijvoorbeeld op je arm hebt getatoeëerd of is het gewoon in je geheugen gegrift? Ja, het is zoals je zegt, het is in mijn geheugen gegrift en zulke momenten vergeet je gewoon nooit. Je had dat doelpunt volgens mij bewaard voor in de Kuip te scoren, maar eigenlijk had je hem een week eerder al moeten maken tegen Willem II. Zulke momenten vergeet je ook niet, nee. Het was je debuut. Ja, dat was mijn debuutwedstrijd. In nog 69e minuut kwam ik erin voor Nasser Barassid. Peters, Utrecht jaagt met 4-5 man, kan nu counteren. En hier gaat Antwi. Dat zou nog eens een droomdebuut zijn als hij de bal hier nu rustig in het doel schuift, maar dat doet hij niet. Ja, toen toevallig kwam ik na de wedstrijd kwam ik supporters tegen. Die zeiden van ja, volgende wedstrijd afmaken. Toen zei ik van ja, maak ik wel. Komt goed, doe het wel even in de Kuip. Precies, dan maak ik hem gewoon de volgende wedstrijd. Ja, dat is echt mooi. Je hebt gespeeld in de Galgenwaard. Gescoord in de Kuip. Nu zijn we bij FC Volendam. Ja. Ja, soms loopt het zo. Hè. Soms moet je een stapje terugnemen om weer vooruit te gaan. Tuurlijk wil ik vooruit gaan en verder gaan. En het heeft gewoon zijn tijd nodig, geduld. Ik moet gewoon afwachten, gewoon mijn ding blijven doen en vertrouwen in mezelf hebben. Ben jij een jongen die dat goed in perspectief kan plaatsen? Scoren in de Kuip in 2014 en nu hier bij FC Volendam spelen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel van voetbal is gewoon wat ik vanaf kleins af heb gedaan. En ik vind het echt gewoon leuk om te voetballen. Het is gewoon echt mijn passie. En of ik nou score bij de Kuip of stijf voor met Jong Volendam tegen weet ik veel moet. Stedoco. Snap je? Ik geniet gewoon van het spelletje. En uiteindelijk mijn doel is gewoon om beter te worden naar hoog niveau te gaan. In Utrecht zullen ze hem vooral herinneren als de man die scoorde in de Kuip. Maar hij gaat ook de boeken in als degene die het allereerste doelpunt voor Jong Utrecht in de Jupiler League scoorde. Het debuutseizoen 2016-2017. En dit maakt hij toch heel knap af. Jij weet hoe het is om te winnen in de Kuip. Geef ze eens wat tips voor zondag. Gewoon scoren. Nou ja, Utrecht heeft een heel goed team en ik wens ze alle succes en ik heb er alle vertrouwen in dat ze kunnen winnen.